Maar wij hebben nog helemaal niks van een kerstdorp. Maar jullie hebben een hele schaatsbaan. Super vet. Een mini-puntje. Gefeliciteerd. Na al die feestdagen is het weer even tijd voor de groentjes. De groentjes. Dus als deze vlog online is, is het 3 januari, is dus mijn verjaardag. Wow, Charlie, wat gebeurt hier allemaal? Ga je nou gewoon zo zitten al? En goedemorgen allemaal. Kan je het al zeggen, Charlie? Goedemorgen allemaal. Jij wel, hè, Jimmy? Kan jij het zeggen? Goedemorgen allemaal. Ja, hallo. Wij gaan op weg, want we zijn lekker met z'n drietjes alleen thuis. En ik ga naar een vriendin toe. Kan Jimmy daar even spelen? En ik heb net, dat wou ik nog even vertellen, Charlie voor de allereerste keer met Jimmy erbij gewoon een fles gegeven. Wel met moedermelk erin. Maar ik had gekolfd en daarna gegeven. Want hij drinkt zo slecht als Jimmy erbij is. Dat ik dacht, ik ga dat gewoon proberen. Misschien op de dagen dat ik alleen ben met de kindjes, geef ik gewoon afgekolfde melk. En dat ging heel goed. Wel in 3 etappes. Maar ik heb alle melk erin gekregen. Wat zeker het dubbele is van wat hij anders... De lampjes van de kerstboom. Ja, maar we gaan, schat, dan moeten ze uit. Afijn, we gaan even naar een vriendin toe. Nee, maar we hebben nog helemaal niks van een kerstdorp. Maar jullie hebben een hele schaatsbaan. Super vet. En een treintje. Of het ook aanzetten. Ja, nou staat hij al aan. Oh ja, deze kon je sparen van Albert Heijn of zo, ja. Hè? Leuk. Oh ja, dit is wel een echte, hè? Mm-hmm. Mooi, groot. Ja, pastier, hè, zo groot. Ja. En deze vorig jaar nog. Dat is een leuke. Hij heeft hem aangezet. Wauw. Oh, dat was te gek. Ja, wauw. Die hebben we niet thuis, hè? Gezellig bij het knisperende haardvuur. Ja, dit zet iedere keer op met een bike. Ja, dat hadden wij ook op staan met kerst. Dat geeft toch sfeer. Ja, dat weet ik ook. 2, 3. Zo, even lekker eruit geweest. Nou, 2 kindjes op bed tegelijkertijd. Dat is altijd fijn. Hoewel Charlie alleen maar half uurtjes slaapt echt de hele tijd, de laatste tijd. Maar, dan kan ik even lekker lunchen zonder... kindjes om me heen, wat echt wel een luxe is als je eenmaal moeder bent. En dan gaan we straks, Milan die komt zo thuis, net alsof hij hier woont. Die mag denk ik deze week wel terug naar zijn ouders. Gisteren hadden ze nog klachten, maar een deze dagen kan hij eindelijk thuis met hun kerst gaan vieren. Dat wordt dan uiteindelijk 6e, 7e kerstdag of zo, maar daar kijkt hij wel naar uit. Maar dan gaan we straks even boodschapjes halen nog. En dan kan ik even een beetje hier het huis opruimen nu. En ik ging eerst lunchen. Wat zal ik eerst doen? Opruimen of lunchen? Wat is vervelender? Opruimen met kindjes of eten met kindjes? Opruimen met kindjes is moeilijker. Ja, ik ga eerst opruimen. Een tandje is door. Wacht, ik probeer het te laten zien. Ja, kijk hier. Je eerste tandje, Charlie. Kun je het zien? Het onderste tandje hier is door. Een mini-puntje. Gefeliciteerd. Je eerste tandje is door. Hoera, hoera, hoera. Nou kan het... Bijten en met tepel beginnen. Dat gaan we niet doen, hè? Dat gaan we niet doen, hè? Wauw, je eerste tandje. Nog net voordat je 6 maanden bent. Ik weet niet meer wanneer Jimmy dat voor het eerst had. Volgens mij later nog. Ja, dat duurde langer volgens mij bij hem. Oh, je eerste tandje. Ik dacht al dat ze eraan zaten te komen, want ze zaten al best wel aan de oppervlakte. Zo'n bijzonder moment. Groot die jongen aan het worden. Zo leuk, zijn eerste tandje.
Ik heb niks aan hem gemerkt. Hij kwelt wel, maar dat doet hij al heel lang. En hij bijt wel op van alles, maar dat doet hij ook al heel lang. Maar met Jimmy, daar kon ik er de klok op gelijk zetten. 3 dagen had hij hoge koorts vaak. En dan had hij dus ineens een tandje door. Dat merk ik dus duidelijk. En ook met sprongetjes zoals Jimmy kon ik het echt zo duidelijk merken. Dat hij ineens heel de dag huilerig en hangerig was. En ik heb met sprongetjes, ik moet het afkloppen, ook nog steeds helemaal niks gemerkt met Charlie. Behalve dan dat hij wel eens een keertje, bijvoorbeeld in de nachten. Maar dat was eigenlijk helemaal in het begin. Nu ook helemaal niet. De afgelopen keren met sprongetjes heb ik niks aan hem gemerkt. Voor een droombaby. Wow, wat gaan we doen? Ga je het opeten? Ga je weer even zitten? Dat is echt leuk. Dat zie je zo echt steeds meer een beetje die kruipbeweging. En hij gaat dus ook nu om zijn as wel ronddraaien. En als er ergens een speeltje ligt, dan weet hij al wel een beetje hoe hij er naartoe komt. Dus dat is wel echt knap. Wow, Charlie, wat gebeurt hier allemaal? Ga je nou gewoon zo zitten al? Hij gaat wel hard ineens. Je mama was de wandelwagen vergeten, hè? Mag je hier een keertje in? Hij houdt deze ook echt zo stevig vast. Jim Jim even lekker een fruitje eten. Dat vindt hij het altijd ook fijn. Oh, heb je alle besjes al op? Ik heb ook een besje. Oh, nou, dan zullen we sowieso wel besjes halen, want die zijn ook op voor thuis. Lekkere broccoli. Broccoli. Ja, maar al die kerstdagen, dan wou ik zeggen, in de supermarkt, ik weet niet of jullie het verstonden, want het was allemaal hectisch altijd, hè, met supermarkt. Na al die feestdagen is het weer even tijd voor de groentjes. De groentjes. Want die waren wel een beetje erbij ingeschoten, hè? Met al het lekkers wat we hadden. Jimmy eet dan ook echt heel slecht. Dus nu gaan we even goed eten, hè? Ik doe ook daarin doen. Dat is wel goed, Jimmy. Ik kan zo goed helpen. Ik doe het daar al in doen. De laatste. Juist. Zo. Mijn haar. Ik let er ook niet eens op, maar ik loop de hele dag vet verschut. Misschien wat hier, als ik de deur open moet doen voor een postbezorger of zo, dan denkt hij af en toe ook van oké, waarschijnlijk. Of niet dan? Harietje. Harietje blijft altijd zo uitzien als een puppy, hè? Omdat je zo mini is. Ja, omdat je zo mini bent. Hebben ze al gegeten? Mm. Gelukkig. Lieve mensen. De dag is voorbij. Ik zit te denken of ik nog iets wou vertellen. Morgen vroeg ga ik weer sporten buiten. Dus duim voor mij dat het niet ijskoud is met ijspegels aan mijn neus. Maar we gaan ervoor. Ik ben bijna jarig. Dat wilde ik nog vertellen, ja. Ik zat eraan te denken. Die winactie die we hebben gedaan. Eigenlijk wilden we de cadeautjes allemaal weggeven. Dus de winnaars kiezen. Zodra we de 10.000 abonnees hadden gehaald. Maar ik wil eigenlijk niet wachten. Ik wil eigenlijk gewoon alles al weg kunnen geven. Nou ben ik dus volgende week maandag jarig. Dus als deze vlog online is, is het 3 januari, is dus mijn verjaardag. Dus ik dacht, als ik het nou op mijn verjaardag weggeef. Als je deze video kijkt en het is 3 januari. Als je hem dus meteen kijkt op de dag dat hij online komt. Zou ik zeggen, ga nu naar Instagram. En dan gaan we de winnaars kiezen. Vanavond. Om 9 uur bij deze. Ik schud het even uit mijn mouw. Ja, we gaan de video, we gaan de prijsjes weggeven. Maar dat doen we dus op Instagram. Dus ga daar naartoe als je wil weten wie er gewonnen heeft. Of wie weet, heb je al een berichtje van mij dat jij gewonnen hebt als je mee hebt gedaan. Dat is leuk, toch? In ieder geval bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen.